alle belangrijke partijen in Nederland bij crisis die beschikken over een rode telefoon. Welkom in de bunker van Arnhem, oud PTT NCO. Conference is to seal Hitler's fate and establish lasting peace. Ich bin ein Berliner. Normaal, als je door Arnhem loopt, dan heb je er helemaal geen weet van. Maar ergens in de stad, onder de grond, ligt een hele grote atoombunker. En die was in de Koude Oorlog heel erg belangrijk. Mr. Gorbachev, tear down this wall. We zijn hier in een van de belangrijkste ruimtes, is namelijk de telefooncentrale. Alle belangrijke partijen in Nederland bij crisis die beschikken over een rode telefoon. Wie belt dan met wie? Nou, dan belt bij wijze van spreken de burgemeester met de president of de burgemeester met de defensie. Ja, waar staan we nu? We staan nu in de luchtbehandelingsruimte. We staan hier bij 3 stalen rossen. Die worden gebruikt in noodgeval als de stroom uit zou vallen om een ventilator aan te drijven om de lucht te zuiveren en eventueel zuurstof toe te voegen. Ja, want je zou denken, die fietsen, oh, dat is voor stroom. Ja, dat zou je denken, maar stroom is niet zo belangrijk. Gezonde lucht is voor ons het eerste wat we nodig hebben als je ondergrond zit. In de Koude Oorlog werden in Nederland bunkers gebouwd. Deze bunkers moesten het nationaal noodnet in de lucht houden. Een van die bunkers die staat in Arnhem en is heel soms open voor publiek. Dat was toentertijd heel erg belangrijk. Daarom werd er ook zoveel energie ingestoken en waren ook 26 van die bunkers met honderden mensen die daar part en deel aan hadden. Omdat als je in een rampscenario niet kunt communiceren, dan kun je ook niks regelen. 21 PTT-technici konden hier werken. PTT is de voorloper van de KPN. Hallo, de technici moesten vanuit hier zorgen dat de telefoonverbindingen dus in de lucht bleven, afhankelijk van wat er uit de lucht kwam komen vallen. Licht gaat aan, lichtknoppen zitten allemaal hoog vanwege veiligheid. Je kunt als ze laag zitten gemakkelijk een keertje tegenaan stoten. In de bunker zijn geen ramen, dus dan is het ook gelijk helemaal donker. En dit is een slaapruimte? Dit is een van de 3 slaapruimtes. In de bunker zijn 3 slaapkamers. Waarom 3 slaapkamers? Er wordt in ploegen gewerkt. Hier komt alles binnen. Dit is ook de enigste plek waar de bunker een uitgang heeft naar buiten, ook vanwege de bescherming. Wat we hier zien is de 380 volt voorziening van deze bunker en die is in speciale apparatuur opgehangen dat als er een aardschok is of een bom, dat die ook stevig kan blijven staan. De demonstratie ziet eruit als volgt. Als er iets gebeurt, dan zou de kas blijven staan en de bunker zou die beweging maken. Ja, interessant. Ik wist niet dat het hier was. Dus we dachten, we komen eens even kijken. Ik vind de historie wel interessant. Dus vandaar. Ja. Heb je nog dingen opgedaan waarvan je dacht, oh, dat wist ik nog niet? Nou, ik was wel een beetje bekend met de Koude Oorlog. Maar als je dan ziet hoeveel Nederland ervoor heeft geregeld om dat allemaal in die tijd, hoe zeg je dat? De noodsituaties eventueel uit te werken. Ja, super interessant. Ja, heel erg gaaf. Echt bijzonder wel. Ja. Ja. Ik had niet verwacht dat zo'n bunker hier helemaal onder de grond zit. Nee, dat gewoon midden zo in Arnhem, hè? Ja, dat is echt heel bijzonder. Ja, echt echt, ook dat ze dat hebben kunnen bouwen in die tijd, dat is heel bijzonder. Ja. Waren er nog dingen waarvan u zei van, oh, dit wist ik nog niet, of dit vond ik toch wel een eye-opener? Dat alles voor een telefoonlijn zo'n gebouw nodig is, ja, dat wist ik echt niet. Nee. Qua telefoonverbindingen is die niet meer functioneel. De overheid heeft ondertussen afscheid genomen van het nationale noodnet. En er zijn andere middelen, met name voor mobiliteit, wordt er mobiele telefoons gebruikt. Ja, dus dit is eigenlijk, kleedt dit nu een soort museumfunctie in ook? Dit is historie.
En wij proberen die historie te bewaren in een museumopstelling.